Sony Media. Deze editie. Recupereren de snops met de rosé van Röderer. Bezingt Ivo een prinselijke skier met sneeuwwit gebit. Memoreert Jort de Mexicaner die Marbella uitvond. Kaart Ivo de bittere noodzaak aan van vloerairco aan boord. Gunt Jort ons een blik op zijn op maat beklede edele delen. En heurden wij het donderen, denkend aan Dandy Gerrit Hiemstra. Ivo, je schenkt nu ineens op deze maandagochtend zeewater in. Waarom zeewater? Ik dacht dat we iets gingen drinken. Dat is een cadeautje van de firma. Dus water kan er net nog af. Maar zeewater is over het algemeen het laatste slokje dat je neemt in de reddingboot nadat je zes dagen gedobberd hebt. Ja, en dan ga je er alsnog aan, hè, maar dat weet je. Maar goed, dit is niet... Zo onzout heb ik het nog nooit gedronken. Maar ben jij zo suicidaal dat je nu op zeewater afstapt? Ik proef geen kruimeltje zout, dus ik ben benieuwd hoe ze dat doen. Unsalted. Oh. Het heet seawater en dan staat er onder unsalted. Dan heb je er niks van. Ja. Ivo, je hebt ook een kuchje. Ja. Je hebt het zwaar. Heb je het werkritme nog niet helemaal te pakken? Ik ben altijd een trage starter, dus zo ook vandaag. Bovendien is het pas 11:15. Dus. Ja, maar goed, maandagochtend. Ik sta er strak voor. We hebben natuurlijk even een werkbezoekje afgelegd aan Ibiza. Zeg je nou Ibiza of Ibiza? Wat zeg je nou eigenlijk? Ik zeg Ibiza, gewoon plat. Ja. Wordt altijd een beetje meesmuilend overgedaan. Snops hoor je daar niet. Ik kan het begrijpen. Het is natuurlijk niet Toscaan. Het is niet de cultuur van... zoals je die in Florence vindt. Maar ik vind het toch ook wel wat hebben, hoor. Ik ben er nu een paar keer geweest. We moeten onze ideeën daar ook een beetje heen. Waar je heen gaat. Ja. Je gaat toch niet naar waar dat Britse en het Nederlandse volk zit. Je gaat niet naar de Blue Marnin. Misschien bij Yondal of Estorrent of wat andere. Is eigenlijk simpele dingetjes aan zee. We waren even in Escoubelles. Dat is daar logeerden wij bij vriendjes die daar een villa huurden. Maar toen gingen we even op bezoek met een bij de quote van 100 jongens. Een villa aan zee. Beetje Miami Bauhaus meets. Nou ja, het was modern. Hemdens ook een beetje. Hemdens, ja. Buiten komt binnen, binnen en komt buiten. Je komt ontzettend goed gestyled. En meteen dat gevoel wat je altijd wil. Je stapt een huis binnen. Je hebt een doorkijk door het huis naar de zee. Ja. En tussen jou en de zee is nog een infinity pool van 1,50 meter. Ja. Nou, dat vind ik. Toen dacht ik, Ibiza, daar kan ik het hebben. Ik kan dit uithouden een week. En ze zijn, dat is gelukt. Ze zijn niet mals ook, de prijzen van dit huisje wat wij hoorden. Ik heb geen idee, maar daar moet je er ook niet naar vragen. Maar dat is bij dat dorpje heb je veel Russen. Je ziet daar ook allerlei Oekraïne-pamfletten op de muren hangen en zo. Omdat ze die Russen weer wegpesten. Ja, de Russen zijn er natuurlijk niet meer. Ja. Maar het zit wel in de categorie 15 tot 20 miljoen. Maar het mooiste was wel, vond ik, vertelde de eigenaar. Omdat je daar ook... Ja, kijk, als je in die categorie zit, doe je niet aan klimaatopwarming. Maar het is toch vervelend als je Geländewagen, je G-klasse, beneden aan zee staat met een heel steil pad. En je een helikopter moet bellen om je auto eruit te slepen. God, ja, dat was tijdens een storm gebeurd. Ja, hè? Ja, dan komt de helikopter je auto verlossen. Maar ook wel, dat was bij zo'n strandtentje gebeurd. Dat vind ik dan wel weer het aardige van die beach. Waar eigenlijk niks veranderd is de afgelopen 40 jaar. Dat is gewoon nog steeds een beetje hippiesk. Had hier inderdaad het idee dat de prijzen wel wat aan inflatie waren aangepast. Die klimmen in met de jaren. Maar het sfeertje is nog steeds een beetje ongepoetst. Maar wel heel goed. Ja, heerlijk. Daar houden we toch wel van. De Snopcast. Niet inclusief, maar exclusief. We waren ook even zwemmen bij Formentera. Vind ik echt een van de weinige stukjes Europa wat neigt naar Malediven, Seychelles. Klein stukje, omdat de bodem daar eventjes wit is. Ja. En daar moet je natuurlijk heen varen. Bijna Sardinië. Met het bootje van de prins. Ja, de Waaier 55. Ja. 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 Had toch leuke gimmicks. Ik zou zeggen het tendertje van de prins. Het is eigenlijk een boot, een bijboot. Ja, wij hoorden inderdaad van iemand die daar rondvoer met twee Waaier 55 die ingezet werden als tender. Ja, dus Waaier 55 tegenwoordig 1,3 miljoen, dat ding. En die heb je dan als tender erbij. We kwamen ook trouwens tegen groot schip, 110 meter, jacht. Van de oprichter van Instagram, toch? Daar zit de oprichter van WhatsApp op. Ja. Maar toen voeren we verder, was er nog een heel groot, beetje industrieel schip van 76 meter. Zei ze, dat is een bijboot.
Ja. Want het is lekkerder dat je een helikopter niet op je eigen dek hebt. Personeel, afgezonderd. Snap ik wel. Maar goed, we waren dus even aan het varen met die Waaier 55. En daar kwamen wij toch wel weer wat first world problems tegen. Jij denkt nu aan de te warme tiekdek. Nou ja, ik liep over dat tiekdek en het was een uurtje of één. Zon stond hoog. En ik zei tegen de schipper / eigenaar... Nou, ik vind het eigenlijk nog wel meevallen. Ik kan nog op het dek lopen, maar ik liep toch net iets sneller. Omdat je, ja, het is toch wel warm. En hij priemde met zijn hand. Priemde, dat is het probleem. Hij gaat terug nu voor de refit deze winter. Ik wil een airco in die vloer. En ik dacht, ja, daar heb je wel een punt. Ja, ja, de zorg. En toen riep iemand anders aan boord. Zei, ja, dat is toch dat kan het probleem zijn. Een Rolls-Royce heeft toch ook overal airco in de stoel, in het dak. Overal, ja. Hele subtiele airco. En ik denk, ja, dat is ook 2023. Ja, de zorgen van de rijken. Maar ik vond er een paar leuke gimmicks in zitten in die boot. Ook de zelf opblazende luchtkussens. Was natuurlijk altijd geredder met die touwtjes. En vendertjes, ja. Ja, nee, dat is echt een mooi gezicht. Dat hebben ze patent op. Dus echt knopje en dan komt zo'n soort condoom uit de huid van het schip zetten. Ja, ja. Is trouwens ook een ergernis van. Hij heeft een heel mooi mat zwart, een beetje ja, mat antraciet schip. Hij zei, maar het stoort me zo mateloos dat dus die vendertjes, omdat ze lang tegen het schip aan rollen, dat er een klein glansplekje op de huid komt. Ja, ja. Had ook bedienders die apart water moesten gebruiken om zijn boot te wassen. Ja, want zijn lak reageert weer met het zout van de zee en dan krijg je wonderlijke vlekken. En met regulier water kan je die boot dus niet schoonmaken. Dus dan moet je een aparte dame hebben met een apparaat die in staat is om om die vlekken te doen oplossen. Ja. Nou ja, zo zijn er toch behoorlijk wat zorgen voor de mensen met duiten. Hè? En daar hoor je ze nooit over in de politiek. Nee, altijd dat bestaanszekerheid. Maar als jij een boot hebt met een vlek op je huid, dat is bestaanszekerheid voor mij. Zo is dat. En dan gaan we door. Ik denk, ja, we stoppen nu met dat zeewater. Ja. Wat ga je inschenken? Nou, nog om even in de sferen van de Mediterranee te blijven, gaan wij aan een domein dat waar jij terecht van zei, ik doe het nu eigenlijk verkeerd. Waar ze Ibiza de magnums zelfs op deze manier uitschenken. Ja. Gewoon duim in de ziel. Nee, maar het interessante van de magnum van Domaine Ott kunnen we iedereen adviseren. Daar zit een soort... Je hebt een gewoon flesje, je ziet hem al wel een beetje welven. Je kan hem makkelijk beetpakken. Dus je kan een magnum, 1,5 liter, kun je gewoon met één handje inschenken. En ja... Het is een beetje euforisch, maar het ziet toch goed uit. Ja, die man was wel ervaringsdeskundige. Denk met alcoholisten. Nee, dat doen ze wel bij de firma Ott. Wat trouwens geloof ik van Röderer is. Hè? Het is helemaal niet zoals een van de oudste champagnehuizen. En ik vind het altijd wel sympathiek dat nog een van de weinige in familiebeheer opererende huizen is. En ze doen maar weinig. En ze hebben dit opgekocht. Dus een eeuw oud merk Ott. Wij drinken nu de instapper. Hè? Je hebt hun étoile, die wordt vaak bezongen als de duurste rosé ter wereld. Eigenlijk, terwijl de paupers terug van vakantie zijn en wij nooit met vakantie geweest zijn, zijn we nu weer aan de rosé. Ja, een waar zij alweer aan de gluwijn zitten bijna. Nou, aan de Douwe Egberts koffieautomaat maandagochtend, vrees ik. Dus wij gaan, wij doen het. Maar ik vind het wel mooi, je denkt, dit is ontzettend transparant. Dan word je toch een beetje op het verkeerde been gezet, want hij is heel aromatisch. Moeten de snops niet in de rosé, want het is wel echt een wijn waar je zware marge op hebt. Er zit een vorm van oplichterij in. Het is wel een handel waar we in kunnen. Over handel gesproken. Ja, toch even met onze achterban. Hoe heet dat eigenlijk? Volgers. Volgelingen. Kijkertjes, ja. Jongens, die biocatoenen polo, die was snel uitverkocht. Dus, maar we hebben er maar 99 gedaan, hè, gesigneerd. Als je hem nog niet gekregen hebt, dan kan dat aan onze lethargie liggen. Waarvoor geen excuus. Maar voor het einde van het jaar komen ze toch wel binnen. Ja, of misschien voor het voorjaar. Ja. Het voorjaar hebben we nog even tijd. Mooi. Ja. Geld gaan we alvast leuke dingen mee doen. Waarvoor dan? Oké, dus we houden het even op rosé. Terwijl ik nu eigenlijk een moment wilde inlassen om over te schakelen op sect. Sect is? Dat is Duits, Is dat gewoon Duits champagne of kan je dat niet zo zeggen? Je mag niet echt champagne noemen, want het komt er niet vandaan. Hè? Dat is natuurlijk altijd, dat blijft het probleem. Ja, maar ik bedoel, als de Fransen niet verder komen dan Renaults en Peugeots. Waarom zou dan een Duitse sect niet beter zijn dan een champagne? Nou, er zijn natuurlijk ook sectadepten. Ja. Gaan we nog wel een keertje drinken? Gaan we een keer doen, want het is tijd voor Top of the Snaps. En ik dacht, laten we eens een keer in het Duits stemmen. We hebben het eigenlijk nooit over de Duitsers. We hebben eindeloos veel verhalen over Britse, heel enkele keer Nederlandse dandy of snob.
Maar ik dacht, ja, die Duitsers wordt een beetje tekort gaan. Want eigenlijk toch, samen met de Italianen zou je kunnen zeggen, waar de adel begon. En de Japanners. Mm-hmm. Hè, de Japanners hebben natuurlijk wel oude adellijke families. Je hebt daar die Gotha, heet dat dan altijd, zeg maar het adelsboekje van de Duitsers. Als je daarin staat, dat is de basis van Europa. Met als hoogste familie heb je natuurlijk de Coburg-familie. Dus de echte familie van koningin Victoria in Engeland. Waar ongeveer alle koningshuizen uit voortkomen. Mm-hmm. Dus de Duitsers, bijvoorbeeld de Engelsen, de Windsors, dat zijn eigenlijk Battenbergs. Dat zijn gewoon Duitsers. Mm-hmm. Dus allemaal Duitsers in de familie. De Nederlanders, ja hallo, Bernard. Toch wel een behoorlijke Duitser. Klaus, Duitser. Dus de invloed van de Duitsers is groot. Hoe komt het dat we zo weinig van ze horen? Ja, want ik heb even dit boek meegenomen waar ik nog lang in zal moeten voortlezen. Dit is een bijbel met totaal ontspoorde, louter Britse adel, politici. Rogues, villains en exemplars. Ja, kasteelheer. En dat is inderdaad zo'n pil. En dan ga je kijken naar wat de Duitsers doen en wat en hoeverre ze zich misdragen. En kan er niet gelachen worden? Kon je op een velletje? Ja. Maar ik heb er toch wel eentje die ik interessant vind. Die zal ik dus echt nomineren op onze Top of the Snobs. En dat is Hubertus von Hohenlohe, eigenlijk zu Hohenlohe Langenburg. Prins, geboren in Mexico-stad. Dat geeft al meteen hoezo Mexico-stad, waarom niet in Hamburg. In 1959. En zoals er dan op zijn officiële cv staat, is een Mexicaanse alpineskier. Fotograaf, ondernemer en zanger. Als zanger staat hij bekend als Andy Himalaya en Royal Disaster. Ik denk dat de introductie daarmee wel gemaakt is. Ja. Mooie vent, hele kleurige shirtjes. Is dus eigenlijk fotograaf, maar ook wel een beetje een playboy. Bekend van die homoloofmiddel. Je weet natuurlijk dat het Duitse Rijk in de 19e eeuw had zo'n, ik geloof, 30 prinsdommetjes, koninkrijkjes. Mm-hmm. Er waren die Hohenlohe's, die deden leuk mee. Natuurlijk goed aangetrouwd. Overigens, zijn moeder is die beroemde Ira von Fürstenberg. Mm-hmm. Die ken je wel? Nou, van naam, ja. Ik ken die. Nou, dat is mami. Papi is Alfonso Hohenlohe. En dat is de man die echt Marbella heeft gemaakt, zou je kunnen zeggen. Hoe zit dat? Die Duitsers hadden om de een of andere PR-redenen na 1945 wat last om in alle landen te beginnen. Dus in Frankrijk en Engeland waren ze misschien toch wat minder gezien aan de Côte d'Azur. En dan week je natuurlijk uit naar Spanje, waar Franco zat. Franco, een man die, laten we zeggen, wat klassieke liberaler stond tegenover heftige denkbeelden. Ja. En zo belanden de Hohenlohe's. Kochten een groot huis aan de kust, zuidelijk bij Marbella. En daaruit groeit dan later die Marbella Club. En dat is toch wel een beetje in het centrum van wat er in Marbella gebeurt. Marbella associëren wij nu erg met Arabieren. Fout volk, Portmanus. Maar er is toch een Duitse enclave. De Bismarckjes zitten er ook. Nog steeds. En dat klit allemaal aan elkaar. Mm-hmm. En dat is dus wat papi Holo heeft gedaan. Trouwt dan natuurlijk met een Mexicaanse mevrouw. Of doet het in ieder geval met een Mexicaanse. Gaat er wat dingetjes doen. En daar wordt onze Hubertus dan geboren. Wat je aan zal spreken, Hubertus, is eigenlijk, ja, veel van onze snobs zijn 5, 6 keer getrouwd. Het zijn eigenlijk maar 2 smaken. Je bent of nooit getrouwd, of 6 keer. En hij is toch onlangs getrouwd. Een beetje een vernederende gebeurtenis om te moeten memoreren. Met een mooie Italiaanse tot onmin, of tot ongenoegen eigenlijk, van mami. Want zij is dus niet van adel. Een mooie Italiaanse schone. Je kan in Duitsland, dacht ik nog, heb je de adoptieadel als vorm. Of loop ik heel erg achter? Weet ik eigenlijk niet. Kijk, eerlijk gezegd, formeel heb je in Duitsland helemaal geen adel. Dus hij heet wel prins zu Hohenlohe. Maar hij is niet van adel. De Duitsers hebben in 1919, en na de Eerste Wereldoorlog, hebben ze dat keizerrijk, hebben ze die monarchie afgeschaft. En daarmee hebben ze een trucje uitgehaald. Net als de Oostenrijkers. Toen hebben ze eigenlijk hun achternaam, hebben ze dus al die titels. Dat is een onderdeel van hun achternaam geworden. Ja, ja. Dus ze zijn officieel geen adel meer, want geen monarchie. Maar heel erg adellijk allemaal. En ook nog grote huizen. Hè. Ze hebben natuurlijk echt slos. Ja. Dus ze hebben echt zo'n kasteel. En daar slaat dat von of zu ook op. Hè? Ja. Dat je verwijst naar je landgoed, dacht ik. Goed, laten we even kijken. Deze Hohenlohe, wat is een snob waardig aan hem? De manier waarop hij zich kleedt. De vrouwen waar hij door de jaren mee gezien is. Het beroep. Fotograaf vind ik ook van een snopwaardig beroep. Ja. Peter Sachs is ook fotograaf volgens mij. Lord Snowden. Toch? Ja. Dat is echt. Je komt er altijd mee weg. En je hebt een goed excuus om de juiste dames voor de lens te trekken. dat is het natuurlijk waarom ze het doen. En dan is hij gaan zingen. Ik weet niet of hij helemaal songfestival waardig is. Nou, eigenlijk dus wel. Laten we even horen. Laten we eerst even een Engelstalig stukje van hem horen.
Ich hab mein Leben lang gesucht, man kann nicht sagen, I haven't tried. But in you I found the magic, the craft to survive. Oh, thank you, Lord, for giving me my perfect energy. To climb steepest mountains, to conquer the sea. Dan hebben we even de prins gehoord. Hij heeft ook wel een goed gevoel voor humor. Onduits zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Misschien is dat toch de Mexicaanse en Spaanse invloed. Hij heeft een liedje opgedragen aan Carmen Lomana. Kennen wij die nog? Ja, dat is de ex-geliefde van onze held hier aan de muur. Ja, even nee, hij hangt nog steeds niet. Hij moet nog hangen. Edmond moet hangen, jongens. Edmond Fokker, ja. Fokker van ja. Kraaienstein, Zuidland, de Rengerskerken. Ja. Ik noem even alle heerlijkheden er maar bij. Die heeft een fling gehad een zomer lang met ene Carmen Lomana. Een vrij spectaculair verschijnsel. En daar zingt Hohenlohe over. Luister maar even, klein stukje. Een ode aan Carmen. Heeft ooit nog over gefigureerd in Hoe Heurt Het Eigenlijk? Als je dat op NPO Start terug wil kijken, nou, je gaat je gang maar. Okay. Eindeloos mooie scène, hoe je een vrouw in een rijtuigje... Ja. Een wankelrijtuig, hoe laat je een vrouw daar elegant in en uitstappen? Ja, Edmond geeft les. Luister. Man gaat eerst het koetsje in, omdat... A, ten eerste kijk je anders tegen de achterkant van die mevrouw aan. Wat misschien wel interessant kan zijn, maar het is niet zoals het heurt. Je gaat eerst naar binnen, zodat je zeker weet dat je die mevrouw naar binnen kan helpen. Nou is deze mevrouw vrij zelfstandig, dus die denkt van... Bekijk het maar, ik stap zelf in. Hij is dus niet alleen Olympisch kampioen skiën... maar hij heeft dus ook, als ik het goed begrijp, een sneeuwwit gebit. Of ja. Hoe noemt Edmond ook dat ook alweer? Zijn, een zomergebit. Ja. Nou, maar de familie laat wel sporen na. Ja. Wat ik ook begreep is dat zijn vader, die dus naar Mexico vertrok... is bijvoorbeeld een man die de Volkswagen, ja, je snapt het wel, Duitser, in Mexico introduceert. Nog steeds rijden in Mexico, rijden die kevertjes. Jeetje, dat is Papi Hohenlohe. Oh, jeetje. Dus laten we even... een kleine buiging maken voor de Duitsers... die ons toch wel een paar honderd jaar... misschien wel een paar duizend jaar voorgaan. Ik was een keer voor Heurt Het Eigenlijk op bezoek bij Schaumburg-Lippe. Dat is ook een vurst. Die heeft dat kleine Schaumburg-Lippe vorstendommetje... in de buurt eigenlijk van het Lippe-Bisterveld en van Hannover. Dat waren natuurlijk de grote. En die liet bijvoorbeeld wel zijn zoon, heel Duits... maar op Sandhurst... naar school gaan. Dus op de militaire academie in Engeland. Met uiteraard impeccable Engels. Mm-hmm. Dus van een Duitser kan je toch ook in zekere opzichten wel een Brit maken. Ja, en de Duitse keizer was kleinzoon van Victoria. Dus die sprak ook geweldig Engels. Ja, ja, mooi hoe dat verweven is. Dus ik weet niet of je dan nog merkt dat het een Duitser is. Nou, ik weet dat die ene Duitser een paar jaar geleden is opgepakt voor de staatsgreep, weet je wel. Prins Royce. Ja. En als je die ziet... De negende of de achtste Prins Royce. Die heeft zo'n... Echt, het is op het oog is dat gewoon 100% een Brit met een chokertje, met een ruitenjasje. Een beetje het Jagershuis, F.G. van de Heuvel, outfit. Nee, maar dat is Brits. Heel gedateerd, Brits. Ja. Maar die heeft... En vind je dat wel goed dat ze de adel zegt, oké, we pikken het niet langer aan die linkse praatjes, verplegen hun staatsgreep? Wel klassiek, toch? Nou ja, Reuring is altijd welkom, toch? Ja, Reuring dankzij Royce. Ja. Bedank u zeer. Heer Royce, Prins Royce. Hij is wel gearresteerd. Ik geloof dat hij... hij krijgt een straf. Ja. Het moet er ook een beetje bij dat de familie gewoon weer de macht krijgt. Maar wat moet hij doen? Blaadjes prikken? Ze hadden wat klassieke denkbeelden... die in Duitsland vaak goed vallen, maar niet in de hele wereld. Ja. Ivo, het is tijd voor... Ben je ook een matige man? Laat je snop voeden dan. Mail je vraag naar de snopkast... De snoepvoeding, jazeker. We hebben een brief van Nino Gijsbert, mij verder onbekend. Hij heeft mooi heren afgelopen winter na een semester in Parijs gestudeerd te hebben. Jammer, gestudeerd. Je had ook andere dingen kunnen doen, maar goed. Heb ik het genoegen mogen nemen om de lakens met de kleindochter van Salvatore Ferragamo te delen? Heeft zij ook een naam of is zij alleen de kleindochter goed? Zij was echter niet te spreken over de andere dames die hun intrede namen in mijn appartement aan de Rue de Rivoli in het eerste arrondissement. U vraagt mij af. Hoe kan ik deze dame terugwinnen? Of zeggen jullie, verdurgen zaak. Goed, Nino. Wel goed, die Ferragamo's, dat is oud. Dat is toch een beetje Florentijnse adel? Ja, het is geen adel. Want het is, nee, dat zie je al een beetje aan de naam. Salvatore zal je nooit als naam tegenkomen. Ja, dat is schoenlappersnaam. Ja, dat was Salvatore ook, maar hij heeft wel zich... Nou, in die zin heel snopwaardig heeft hij zich...
heeft hij naam gemaakt in Amerika door daar schoenen te maken op maat voor Marilyn Monroe, voor alle beroemde acteurs. Dus een enorme social climber, hele harde werker. Maar ja, hij heeft ook de triomf gehad om op een gegeven moment paleizen te kopen in Florence. Aan de Via Tornabuoni heb je het Palazzo Ferragamo, dat is prachtig. En daar heeft zijn vrouw... Grootmama woont nog op dak, toch? Anna Ferragamo heeft daar tot haar 90ste... Oh, die, ja. De kerstkaarten voor het personeel met vulpen geschreven. En dat is echt, dat is een hele klassieke familie met een paar zonen. De een zit in de zeilboten, de Swan. Dus ik ben benieuwd, maar er ligt er één tussen de lakens met Nino. Ja, hij maakt al één kardinale fout. Want zoals wij net hoorden van een Italiaanse mannen gaan doorlopend vreemd. Alleen ze zorgen ervoor dat het niet ontdekt wordt. Dus daar moet hij toch maar even een voorbeeld aan nemen. Dat is dus ook, het is typisch Hollands om erover op te scheppen. En, en daarom is die vrouw natuurlijk, laten we zeggen, niet blij verrast met zijn escapades. Nee, maar zij neemt haar verlies op zichzelf. Zij weet dat hij in die Rue de Rivoli natuurlijk het leven leeft. Maar... Ja. Om dat nu met de snops te gaan uitvinden. Ja, op zich, Nino, wij zijn daar heel blij mee. Ik denk dat we dit alleen maar kunnen toejuichen. De scheve schaats. Ik weet niet of het handig is als je haar de eerste Nederlandse woordjes gaat leren. En haar attent maakt op de snopcast. Dat is misschien niet heel handig. Ja, Leonardo ook wel streng. En helemaal. En bovendien, hij weet ook niet bij wie zij allemaal tussen de lakens ligt. Deze kleindochter. Nee, dat kan ik wel eens aan Leonardo vragen. Wel een vraag voor Nino. Had ze de Ferragamo's aan in bed of niet? Had ze bedsloffen? Dank je vraag. Dan hebben wij nog een andere kwestie. Ivo, ik stuitte weer eens op een foto van Al Pacino. Al Pacino is natuurlijk een van jouw oude helden. Ja. Voor mij, voor de Godfather, voor jou, vanwege allerlei B-films. Bobby Deerfield. Ja, die gaan we verder niet doen. Dog Day Afternoon. Omdat hij een mooi oud alfaatje reed en achter een oud lijk aan zat. Geeft al mijn niks. Prachtige vrouw. Oké, maar... Even, ik zag hem nu weer met een... Ik zag om te beginnen een filmpje waar hij met een ontzettend wijd pak... Ja, ik weet dat het mode is, maar dit was een beetje over de top. En toen zoomde ze in op zijn handen. De man zit helemaal vol onder de ringen, waarvan ik denk... Is hij op weg naar een bokswedstrijd? Wat is hij aan het doen? Wat mag een man sowieso qua sieraden die hij juwelen noemt? Ja, nou, ik less is more. Ik kijk naar mij. Niet dat ik het goede voorbeeld ben. Maar, nee, maar ik vind de pinkring met de family crest, dat kan wel. Als je, op het pinkje? Ja, is dat Brits? Is dat ook wel Frans? Ja, Britten hebben hem op de pink. Nee, ja. Fransen weet ik niet. Op de pink, maar dat vind ik dat. Ja, dan heeft het een functie. Of dan heeft het in ieder geval iets van hysterie. Nou, ik heb er wel één gekregen van mijn oom. Maar daar werd meteen op geaasd door familieleden. Bovendien was het aan mijn moeders kant de ring. En daarvan is het logo een stijgerende hengst. Dus om nou met het Ferrari-symbool rond te gaan lopen. dus nee. Het is niet zo. Ben je ook een beetje allergisch voor zilver of goud? Dat je het een beetje te goedkoop voor jouw huidje is? Nee, dat is het niet. Ik vind zo'n ring bij zo'n oude Brit, dat vind ik nog wel wat hebben. Ja. Maar goed, verder geen ringen. Nee. Kettingtjes. Mannen onder de douche met een kettingtje. Ja, armbandjes. Italianen hebben het wel. Ja, het kan wel, maar niet bij mezelf. Nee, het kan toch, maar een Italiaan kan het beter hebben. Een mediterrane man, toch al een beetje fout kan het wel hebben. De vlot babbelende kledingverkoper die jou een nieuw jasje inkletst met 12 gekleurde armbandjes, dat past bij hem. Die is gewoon geamputeerd als hij dat niet heeft. Oké, Ivo, dank voor dit wijze advies. Wederom. En Ivo, dan hadden we dat bijna sacrale moment vorige week. Het bezorgen van een doosje uit Italië, uit Zuid-Italië, van mijn kleermaker, jou ook wel bekend. Valentino Ricci, aka Chiamat. Daar kwamen 10 shirts binnen. En hij was snel. Hij had het binnen 1,5 jaar af, volgens mij. Dus het was verbazend, ja. En die stoffen, dat kun je gewoon bij Thomas Mason inkopen. Je kan eigenlijk alles kiezen, maar het zit toch in zijn snit. Ik heb er ook een aan. Ja. En nu had ik wel een bijzonder... Kijk, wat er gebeurde, wat normaal is dat er van de 10 shirts... zeker 2 de mist in gaan. Dus op codes die ik nooit heb opgegeven. Bijvoorbeeld, hier ligt een rood streepje, een beetje Bordeaux. Daar hou ik niet van. Dus die moet terug. Ja, dan heb je een uitdrukkelijk... Dit is ook een beetje een niemendalletje, vind ik. Dus hoe dat ertussen komt... Of heb jij je daarmee bemoeid? Nou, wel een beetje. Ik heb 3 keer gemaild, 2 keer gebeld en 1 keer langs geweest om erop toe te zien dat jouw initialen zouden worden opgenomen. Dat is niet gelukt volgens mij. Dat kan ik even laten zien, want kijk, ik heb nog een ander extraatje gevraagd. Dat is wel interessant.
De bijpassende bokser. Oh, oké. Okay. Wat draag je? Draag je zo'n slipje, een boksertje? Ja. Wat draag je eigenlijk? Ja, niet zo'n Calvin Klein, Björn Borg. Dan sta je daar, in de slaapkamer aan het voormoment van een intimiteit. En dan sta jij daar met je designerslip in je handen. Dat is toch dus een bokser op maat. Met de naam van iemand anders erop. Een bokser op maat strekt. Dit wordt hoogst dus pikant. We hebben deze. Ja. Kijk, ja. Dus de bijpassende, dus dezelfde stof, ja, heb ik nu mijn bokser dan. Maar inderdaad, wij missen iets. Ja, de initialen toch weer vergeten. Dat is ongelofelijk. Het is, ik denk niet dat er een snopwaardiger behuizing voor het klok- en hamerspel is dan deze bokser op maat. Maar dat is natuurlijk hoe verder je afzakt in Italië. We hebben het nooit meer over geld, maar ik vond een boksershort vanaf €250 per stuk ook heel redelijk linken, toch? Deze is hier aan het kot nog iets duurder. Dus maar voor gewone katoen. Dus dacht het is fijn dat je altijd goed zaken kan doen met de Italianen. En dat koffertje terug verscheept wordt met geld erin. Ja. Nou ja, goed. Hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe groter de hiaten zijn, kan je wel zeggen. Nog één inhoudelijk ding, toch een vraagje. Denim. Dus eigenlijk spijkerstof. Hoe kijk je daarnaar? Vind ik mooi. Omdat dat vind ik het aardige bij denim is dat naarmate het ouder wordt en zelfs misschien een beetje gaat rafelen, wordt het mooier. Kijk naar Anjeli, die had ook van die denim shirt. Altijd weer die Anjeli. Sorry. Ja. Hey, we laten het even met shirt. We gaan het later wel een keer over de knoopjes hebben. Aparte uitzending. Het is een maat. Ik had laatst weer bij mijn stomerij, waar ook dan een naaistertje zit. En die had een verkeerd knoopje erop gezet. Ik kon er niet van slapen. Onmiddellijk een schaar gepakt, knip. Ja. Oh, en jee. Denk, hoe kun je? Je ziet toch dat dit Metal of Pearl is. Mens, echt. Ja. En ik heb een hele doos staan daar met alle soorten knopen. Uiteraard van Paramour. Oh, bij je eigen stomerij staan doosjes met knopen? Er staat een doos met al mijn knoopjes uitgeserveerd. Nog grijpt ze naar een plastic knoopje. Ik zie toch goede ontwikkelingen bij jouw snopdom. Oké. Ivan, we gaan door met... een momentje stilte. Oh. Want er was een belangrijk moment in het door mij de laatste tijd... vanwege het permanente kolonialisme, gender en klimaatjournaal... beetje ontweken NOS, maar... ik vond wel jammer dat de weerman vertrok. Oh, dat wist ik helemaal niet. Zijn naam is Gerrit. Ah, Hiemstra. Ah. Ja. Want hij is mij ooit voorbijgestreefd als best dressed man. Hij is ooit uitgeroepen tot best geklede man. Jezus, wat corrupt. Welke club zat erachter? Nou, ik weet niet of corrupt was. Ik denk niet dat Gerrit centjes aanpakt van iemand. Nee, maar ik denk wel dat hij... Kijk, Gerrit is altijd wel... nou, laten we eerst even luisteren naar Gerrit. Want Gerrit horen is ook wel... Kijk, het weer valt sowieso tegen. En het komt niet uit, die voorspelling. Dat maakt niet uit. Maar je moet gewoon even naar Gerrit luisteren. Omdat je hem toch op de een of andere manier wil geloven. Ja, in het noorden van het land was het wel vanochtend echt regenachtig weer. De foto geeft het eigenlijk ook goed aan. Dreigende, donkere luchten. Ik denk dat Gerrit op de schaal van Snop niet heel hoog scoort. Mm. En dat ze hem ooit best dressed mensen hebben gemaakt. Dat is eigenlijk wel hilarisch. Want als je dichter bij die pakken komt, is het een beetje vergelijkbaar met die van de Duitse, Duitse nieuwslezers. Althans de DDR-nieuwslezers. Mm-hmm. Hoe heette dat ook alweer? Actuele Camera. Ja. Actuele Camera. Als je je pak uitdoet en je zet het op de grond, Gerrit gaat eruit, dan kan je dat pak daar nog staan. Neerzetten. Ja. Glimmend en wel. Ja. Hij snapt er helemaal niets van. Maar het is goed bedoeld. Ja. En het weer valt tegen, Gerrit. We nemen jou helemaal niets kwalijk. Ivan, dan moeten we het ook nog wel even over jouw corporale kringetje hebben. Althans, het Amsterdamse koor bleef even buiten de media-aandacht deze weken. Dat was op zich teleurstellend. Mm-hmm. Hè? Dat ze zich toch hebben laten inkapselen. Dat ik overal studentenhuizen zat. Nee meneer, we gedragen ons. Voel ik erg tegen. Maar Langs kwam in het nieuws. Langs, leg even uit. Dat is de heilige pendant van het koor. Van het VU, toch? Ja. Heilig? Nou ja, ik dacht katholiek. Dat jullie dat altijd de VU knoren noemden. Ja. Nee, jij denkt dat de VU katholiek is? Was de VU niet katholiek? Nee? Wat? De VU is toch katholiek? Wat? Hè? Oh, ik dacht... Sinds Abraham Kuyper gevochten met de Bijbel in de hand. Over die slang die sprak. En weet ik wat, dat is echt protestant. Oh, protestant. Dat wordt het niet, hè? Okay. Maar ja, wat maakt het uit? Het is allemaal christelijk, toch? Nou, maar goed. En Langs heeft zich nu vergaloppeerd.
Nou, Langs had een to-do-lijstje voor de veuten. Dingetjes die ze even moesten afvinken. En daar stond bijvoorbeeld bij... Naai een emmer in een steeg. Ik weet wat emmer is. Emmer is op een emmer gaan staan. Een koe van achter een emmer. Maar naai een emmer in een steeg. Ik dacht dat de verwijzing was naar wat ze bij jou op de club zeiden. Ander woord voor vrouw. Ja. Dat gaat allemaal iets een beetje, met zaad. Dus eigenlijk niet heel origineel in taalgebruik, toch? Niet heel fijngevoelig. Nee. En regel een vluchteling. Ja. Maar regel voor wat? Ik neem aan voor de huishouden. Regelgeving voor huishouden nodig. Ik bedoel, je hoeft toch niet allemaal zelf te doen. Waar hebben we ze anders voor, die vluchteling? Regel een vluchteling. En dat is in. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, regel een vlucht. Nou ja, dit was de aanwijzing van Langs, van de VU-knorre, om regel een vluchteling. Het klinkt allemaal vrij redelijk, eerlijk gezegd. Maar ook om uit te nodigen voor een bevruchting. Hoe moet ik dat nou duiden? Ik hoef meteen een bevruchting moet worden. Jee, maar... Nou ja, goed. Er zijn geen betere kinderen dan bastaarden. Laten we dat eerlijk dat is waar. Maar, we zijn er ook wel aan toe, jongens, aan een bastaard. Dus kom erop met die vluchtelingen. Zou ik zeggen. Maar goed, wij veroordelen niet als snobs. Maar laat ik dan in ieder geval wel een wenkbrauw optrekken. Kun je dat even in vertraging doen? Nee, je moet er één. Eén. Goed. Nou, we zijn er door. Nu al? Jezus. De tweede werkweek zit er weer op voor je. En het glas is nog niet eens leeg. Er zijn zelfs geruchten dat jij verjaart. En dat je inmiddels... recht zou hebben op de roze strippenkaart. Wij ontkennen die. Ja, nee, goed. Maar ik wil wel het slotcitaat in het verlengde leggen van mijn verjaring. Want dat is ieder jaar doe je toch weer even zo'n bijtelsteekje. Toch weer een etappe dichter bij de oneindigheid. Maar ik vond er wel. Ik las een aardige citaat van Golda Meir, waar jij ongetwijfeld meer over kan vertellen. Binnenkort verfilmd, denk ik zelf. Een grote film over Golda. Grote socialistische premier. Ik krijg ook Moshe Dayan met zijn halve BH'tje in. Mooi, hè? Ja. Aparte. Met een BH op je oog de oorlog weer. Is dat een aanstormend snop, Mosje? Ja, ik weet niet of die dat lapje helemaal deed om er leuk op de plaatjes te komen. Ah, oké. Okay. Nee. Maar het kijkt wel lekker door het vizier van de cavalerie. Dat is wel handiger. Dus je kan meteen, je hoeft niet meer te knijpen. Is hij ook zijn oog verloren door een oorlogshandeling? Of? Weet ik echt niet. Ik geloof het wel, ja. Maar dat weet ik niet zeker. Groot generaal, de man die de 67-oorlog, Zesdaagse oorlog heeft gewonnen. Dat maar goed, even zij over het ouder worden, Golda Meir, zij zegt het heel mooi, vind ik. Old age is like a plane flying through a storm. Once you are aboard, there's nothing you can do about it. Nou, dat vind ik heel melancholiek. Ja, maar dat ben ik ook. Je kan toch ook nog neerstorten? Ja, dat hangt er erg vanaf welk type vliegtuig je... We zaten in de... Ja, dat moet je maar stilhouden, want nu gaan we heel erg onszelf... Kan ik de firma Welling wellicht een stofzuiger aanbieden? Jezus, Mina, ja. Ik heb zelden zoiets smerigs gehad. En dat komt omdat we... wij als snobs, omdat jullie niet genoeg t-shirts bij ons kopen... nog steeds geen recht hebben op ons NetJets abonnement. Waarover later meer, want het komt er wel.